Stenders. Stenders. Eetvermaak. Eetvermaak. Indecent Proposal. 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 No comment. No comment. Speelt vandaag voor 2 minuut 35. Ja, het is, dat is toch jammer. Schiet al aardig op dan. Ja, gisteren was Jan van die Duitsers. Ja, dat is echt jammer. Kijk, op de eerste opdracht was gelijk goed voor dubbele dosis. Want maandag gemist. En die ging gelukkig goed. Dus ja, dat was meteen anderhalf minuut erbij. Anders was het vandaag helemaal zo pijnlijk geweest. Ja. Maar ja, gisteren geen Duitsers kunnen vinden. Wel een prachtige Duitse uitvoering van de SpongeBob Schwammkopf. Ja. Begin tune gehört, ja. Ik vond hem echt heel goed. Maar ja, dus 5 seconden voor de moeite. Maar ja, wegens gebrek aan Duitsers hield het daar ook mee op. Ja, helaas. Om het niet te laten stranden met 1 minuut 35, maar er nog een mooie 2:35 van te maken, is de opdracht voor vandaag eentje waar ik over bijzonder naar uitkijk. Oh jee, dan heb ik beloofd wat, als jij dat zo zegt. Nou, het voordeel is, je hebt geen buitenlanders nodig vandaag. Oké. Zeker nog, je hebt niet eens, ja, misschien mensen die dingen aanleveren, maar in feite kun je het in je eentje allemaal af. Oh. Heb je het verhaal gehoord van Philips, die ongeveer 1 miljoen Senseo-apparaten terugroept in Nederland? Er is iets mis. Heel verhaal over een combinatie van zware kalkafzetting en een hapend veiligheidsmechanisme, waardoor een ventiel kan worden geblokkeerd, die dan weer de druk in het apparaat gaat opbouwen en door die kan ontsnappen en dan zou die kunnen ontploffen. Ja. Het gaat om Senseo's uit een bepaalde reeks. Dat kunnen we voor je achterhalen. Maar waar het in ieder geval om gaat, als het gaat om winnen van seconden voor Hey Hey van No Comment, is: zoek zo'n gevaarlijke Senseo op. Dus eentje die in de risicocategorie valt. En blaas hem op. En het hoeft dan geen eens door het fenomeen te komen van de kalkafzetting. Nee, dan zou je binnen anderhalf uur zoveel kalk op laten moeten ontstaan. Dat lijkt me, ik denk dat je gewoon met explosieven of zo. Of heel hard met een fietspomp. Ja, kijken of we iemand tegenkomen met explosieven. Maar dat moet lukken. Moet lukken toch? Ja, tegenwoordig wel. We zitten op Mediapark, dus we zijn een risicofactor rood. Daarom. Dus, dan moet hij vast leggen zijn gelopen terrorist rondlopen. Maar goed, een goede anderhalf uur de tijd om een Senseo uit de gevaarlijke reeks. En er zijn er 1 miljoen van in Nederland, dus mudderd. Ja, dat moet lukken. En die laten ontploffen. Nou, dat ontploffen, dus kijk ik ook naar uit. Ja, ik ook, hè? Ja, dat was mooi. Heel veel succes. Ja, dankjewel. Roel. Yes, Michiel. Van No Comment. Ja. Ik wil eigenlijk zo wel een keer. Ja, we zijn bijna ready. We wachten nog even op het zware explosieve. En dan kunnen we van start. De Senseo helemaal volgens de opdracht staat hier het foute type. Ze staan bij de slagroom. Ze staan bij de slagroom, hoor ik net. Dat zijn die terroristen die die explosieven op zak hebben? Ja, Osama en vrienden. Nou, hartstikke goed. Hebben die ook eindelijk gevonden. Dan gaan we het met een paar minuten wel meemaken, denk ik. Ja, dat weet ik wel zeker. In het kader van Indecent Proposal horen we zometeen of het de mannen van No Comment lukt een gevaarlijke Senseo op te blazen. Eerst een nieuwe Pink. En dat is Eetvermaak. Indecent Proposal. Nou, we kunnen meekijken. Tenminste, hier vanuit de 3FM-studio. Helaas kunnen we er geen camera berichten, maar er is natuurlijk wel radio bij. Hallo, mannen van No Comment. Hallo. Met een Senseo. Eentje uit de reeks Gevaarlijk. Een van de 1 miljoen exemplaren die terug moet worden gehaald. Ja, zeker weten. De opdracht was blaas een Senseo op. Wat is het ontstekingsmechanisme dat jullie hebben weten te charteren? Het ontstekingsmechanisme is een beetje C4. Gemixt met wat professionelere spul, laten we zo zeggen. Mm-hmm. En we zullen zien wat het doet. Voor de mensen die niet helemaal bekend zijn met hoe wij hierbij zitten. Wij zitten zelf op de 3e verdieping met de 3FM Studio. Kunnen dus mooi uitkijken over het Mediapark met heel veel boschages. En jullie hebben de Senseo ook een beetje zo half in de bosjes gezet. Maar vlak achter is gewoon weer een parkeerplaats. Ja, klopt. Nou, dat gaat net allemaal goed komen. We hebben het licht gauw, iets licht. Ja. Dus ik denk dat het allemaal precies binnen de proporties gaat. Nou, moet lukken. Zullen we maar gaan? Ja, het gaat uiteindelijk voor in totaal 2 minuten 35 van jullie single Hey Hey. Ik doe de muziek even uit, want ik wil het helemaal kunnen horen. En ja, oké. Leef je uit. Stilte voor de storm. Pet, steek maar aan, jongen. De Senseo is volgens mij kapot. Wat een knal. Mocht kunnen het even gaan filmen? Ja, doe voor de gein, want het filmpje komt natuurlijk later wel op YouTube te staan. Eens even kijken. Ik denk
Het verbaast me dat er geen autoalarm is afgegaan her en der. Oh, er komt ook rookontwikkeling de derde verdieping binnen. Ja. Mocht u uw auto hebben geparkeerd bij de 3FM-studio en u vindt vanmiddag een koffiepet in uw uitlaat, dan weten we bij deze hoe het komt. Opdracht. Ja. Geslaagd. Ja! Ik vind hem heel goed. Dat betekent 2 minuten 35 van jullie single. Er is hard voor gewerkt, maar ook heel erg hard verdiend. Dankjewel. Asje. Dit is No Comment. En hey, hey, hey.